President Santokki en minister Ramdin hebben in Guyana bilaterale gesprekken gevoerd met Saoedi-Arabië, Japan, de VAE, Verenigde Arabische Emiraten en Singapore. Suriname zoekt concrete economische doelen. Saoedi-Arabië biedt financiering voor woningbouw en infrastructuur, vergemakkelijkt het visumproces en biedt studiebeurzen. Japan overweegt volledige visumvrijstelling. De VAE wil economische luchtvaart- en belastingsovereenkomsten. Singapore toont interesse in olie, gas, financiële diensten en investeringen. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen onder leiding van minister David Abiyamofo voerde op 24 februari een missie uit naar het dorp Yauyau om de drinkwatervoorziening en elektrificatie te verbeteren. Het Belgisch waterbedrijf Bosak leidt het waterproject, terwijl het ministerie zich richt op elektrificatie met een zonne-energiesysteem. Tijdens de missie werd overlegd met het dorpsbestuur en de gemeenschap met de installatie van de drinkwaterinstallatie binnenkort. Joanna Cassana, UN Resident Coördinator, bezocht minister van Volksgezondheid Amara Madin om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Ze bespraken het optimaliseren van fondsen voor medicijnen, het benutten van VN-mechanismen en bewustwordingscampagnes voor gezonde levensstijlen. Cassana stelde een expertmissie voor om verdere samenwerking te bespreken. De VN bevestigde beschikbaarheid voor bredere ondersteuning, onderstreepte toewijding aan gezondheid en welzijn in Suriname en benadrukt de samenwerking met de Surinaamse regering.